Hou je van comedy van vroeger en nu, uit binnen- en buitenland? Abonneer je dan meteen gratis op dit kanaal en wees welkom bij de Comedy Connoisseurs. Hallo, ik ben Stef van Poeken, zelfverklaarde humorhistoricus. En naast mij, zoals altijd, de wandelende comedy-encyclopedie van Nederland, Richard van Bilsen. Dag Richard. Dag Stef. Jij nog met volle baard. Mijn baard is ondertussen verdwenen. Ik dacht dat we vorige week afgesproken hadden dat we hem alle twee gingen afscheren, maar blijkbaar ben ik de enige die daar dan in doorgezet heeft. Ja, kan ik me niks van herinneren. Nee, aangezien ik toch thuis moet blijven zoveel mogelijk, dacht ik van ik ga gewoon dit jaar mijn eigen Sinterklaas en Kerstman zijn. Dus ik ben benieuwd wat ik allemaal voor cadeaus krijg. Ja, nee, je moet ze gaan geven aan anderen. Jij krijgt er geen, hè. Oh. Jij moet gaan uitdelen nu. Ja, dus daarom, daarom heb ik hem afgeschoren. Ik heb geen geld om cadeautjes te gaan uitdelen. Oké, nou ja, goed. Dus, laat ik zo zeggen, dan ga ik ze wel weggeven. Maar ja, ik weet niet wie er precies zit te wachten op cabaretboeken uit de jaren 30, hoor. Maar... Oh, ik. Oh, shit. Je vraagt al, zeg het tegen de verkeerde. Ja. Goed, voor de mensen die ons nog niet kennen of voor de eerste keer kijken, dat kan. Iedereen heeft zijn afwijking, maar het kan. Wees welkom. Wat doen wij iedere week in de Comedy Connoisseurs? Aan de hand van ons beider uitgebreide comedy encyclopedie. Voilà. Nee, comedy collectie eigenlijk, want we hangen allemaal een beetje door elkaar. Dus we hebben een collectie. Je ziet die van mij achter mij. Die van Richard zie je deels achter hem. En dan is er nog een apart universum boven hem. En daar halen wij iedere week een aantal dingen uit. En hebben we het over onze en hopelijk ook jullie helden van de humor. En ja, zoals we al zeggen, dat kan van over heel de wereld zijn, van vroeger en van nu. En Richard, jij hebt een grote meneer van nu en van vroeger eigenlijk. Want hij is al lang bezig en hij leeft nog. Dus zeker. Vertel en, maar. Ja, zolang hij leeft gaat hij door, denk ik. ik denk het ook. Ik denk dat hij op het podium gaat sneuvelen. Nou, dat hoop ik ook niet. Maar dat zou zeggen, ik zag laatst een voorstelling van hem. En dan had hij een of andere rare act met zo'n hout van tuinmeubels. En ik denk van, dat iemand hem nou niet zegt van, joh, doe dat nou niet. Want dat is zo levensgevaarlijk. Ik denk echt van, hij gaat gewoon echt keihard onderuit. Maar goed, in ieder geval, hoe oud is hij ondertussen? Weet je? Even kijken, volgens mij 76, 1944, dacht ik. Dus. En later kwam natuurlijk het solo werk erbij. Ja, Nederlands hoop in bange dagen en dan Freek de Jonge, dus we gaan het over Precies. Freek hebben. Juist. Nou, ik ga even wat dingen opzij zetten, want... Oh, Jesus Christ. Freek de Jonge, dat is een zwaargewicht in de zeker. Nederlandse humor, hè? Ja, en ja, of je hem nou grappig vindt of niet, als je ziet zeg maar, wat zijn staat van dienst is, dan moet je toch eigenlijk gewoon herkennen dat hij de grootste is. En... Als je kijkt naar bijvoorbeeld het werk wat hij heeft gezet, het is niet alleen, hij is niet alleen al heel erg lang bezig. Hij heeft heel veel invloed gehad zeg maar, op andere cabaretiers. Maar ook gewoon puur het volume wat hij gemaakt heeft, dat is echt, ja, niemand kan het evenaren. Echt niemand. Hij heeft zo'n productie dat ik af en toe versteld sta, zeg maar, dat ik weer een voorstelling ontdek die ik nog niet kende. Dus dan moet je echt denken aan een voorstelling voor een tv-programma of een boekenweekvoorstelling. Gelegenheidsvoorstellingen. Maar ja, eigenlijk, het is mogelijk zeg maar, om een overzichtswerk te maken en dan krijg je dit soort dingen. Alleen vervolgens ben je een jaar verder en dan mis je weer drie voorstellingen. Dus het is gewoon niet bij te benen. Die man is echt een... misschien moet ik het maar zeggen, de man is een monster. misschien wel, als je Zwarte Kat kent, dan zul je het waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Maar ik heb begin dit jaar een behoorlijk groot project gestart samen met Freek. Hij heeft namelijk al zijn shows die hij op beeld heeft. En dat is echt heel erg veel. Zeker toen hij zeg maar, solo is gegaan, heeft hij eigenlijk bijna alles wel laten opnemen. Die heeft hij op YouTube geplaatst. En, die staan allemaal op YouTube. Ze staan allemaal op YouTube, kan je gewoon naartoe gaan. De linkjes vinden we wel. Dus, Zeker, ja. Nou goed, ik zou ze niet apart linken. Ik zou gewoon naar zijn hoofdpagina gaan. Want anders wordt helemaal eng. Maar en toen leek het wel een leuk idee om daar wat meer aandacht voor aan te schenken. En toen had ik voorgesteld om een podcast op te nemen. Want ik wilde eigenlijk al wat meer doen zeg maar, met de Zwarte Kat podcast.
En toen had ik voorgesteld van, nou, laten we anders voor elke voorstelling een introductie of een soort van nabeschouwing, of in ieder geval laten we zeg maar een podcast over de voorstelling maken. Maximaal een kwartiertje was het idee. We hebben ons niet altijd aan gehouden. Soms is het 10 minuten, soms is het 20 minuten. Voor mij zit er ook al eentje tussen die misschien al 40 minuten raakt. Ja. Maar ik had van tevoren, want het ging eigenlijk best wel snel. Ik kreeg een maandag een berichtje, toen heb ik hem gebeld en toen hebben we dit besproken. En toen hebben we volgens mij dinsdag de eerste opnames gemaakt. Dus het was echt een beetje kunst en vliegwerk van hoe je in coronatijd zeg maar toch op afstand dat soort interviews kunt doen. En ik had snel even becijferd en ik had gedacht van nou zo ongeveer 54 voorstellingen. En even later was Freek zeg maar te gast bij een radioprogramma. Dan had hij het over 80 voorstellingen. Ik dacht, 80 voorstellingen? Waar En had je hij dat hebt er nou maar vandaan? 54. Nou, ja, niet helemaal, maar hij heeft een aantal marathons gemaakt. Hij heeft Ja. één serie gemaakt, dat heette De Grens. En dat was elke maand een voorstelling, een jaar lang. En hij heeft daarnaast ook nog een andere serie gemaakt, die heette De Vergrijzing. En dat was elke maand een nieuwe voorstelling. En dat zijn bij elkaar 26 voorstellingen. Dus we gingen 80 voorstellingen bespreken. Nou ja, daar zijn we zeg maar vanaf april tot en met juli, geloof ik, mee bezig geweest. En allemaal besproken of Allemaal zijn jullie nog besproken. bezig? Nee, allemaal besproken. Ja, uiteindelijk hebben we wel afgesproken dat we zijn huidige voorstelling ook gaan bespreken, Asociale Afstand. Daar zit die act in met die tuinmeubels. Echt, af en toe Ja. klapt die dingen open en dan gaat hij erop staan. Dan denk ik van, hij gaat echt keihard onderuit. Maar gelukkig nog niet gebeurd. En weet hij nog, kan hij nog al zijn shows herinneren Nee. waarover dat het ging? Nee, ja, dat kan ik me Nee, maar goed. inbeelden. Ik bedoel, hij is even kijken, bezig sinds, ja, officieel zeg maar vanuit hier, 1967. Dus de Nederlands Ah, Koopperiode, zeg maar. dat was al de jaren 60. Ik dacht dat het begin de jaren 70 pas Nederlands Schoop was. Dus die zijn al in de jaren 60 gestart dan. Ja, ze zijn eigenlijk heette ze eerst, god weet ook weer, cabaretoir of zoiets. In ieder geval een of andere flauwe voortspeling. Toen waren ze nog met z'n drieën, met Johan Gertenbach erbij, maar die is eigenlijk vrij snel vertrokken. En op een gegeven moment ergens overleden bij een auto-ongeluk. Maar Oei. ja, uiteindelijk zeg maar de kracht was toch wel echt Bram Vermeulen en Freek de Jonge zelf. En die begonnen als studenten, want Freek heeft gestudeerd. In ieder geval, hij stond ingeschreven. Hij heeft niet heel vaak komen opdagen. Ja, hij heeft eigenlijk altijd vrij snel zeg maar, de wens gehad om te gaan optreden. Maar zoals het zelf gezegd heeft, Bram heeft hem wakker gekust. Dus die heeft hem zeg maar, die drive gegeven om juist zoveel voorstellingen te maken. En ze zijn in 1968 zijn ze gaan meedoen met Kamerette. Dat ging niet helemaal goed. Tenminste, niet helemaal naar verwachting. Ze stonden in de coulissen al klaar met hun overwinningsspeech en ze werden vijfde. Dus ja, tot ieders verrassing ook van de deelnemers zelf. Alleen ja, je moet natuurlijk niet die Nederlandse Hoop van toen vergelijken met wat het uiteindelijk geworden is. Dus Ja, het was nog niet ja, goed. nee, het was heel anders. Wat natuurlijk altijd een beetje raar is, zeg maar, voor jury die gewend is aan een bepaald soort cabaret. Alleen het was ook gewoon nog niet zo goed. Maar ook zelfs in die periode had ze eigenlijk een aantal fans, zoals Ruud Gortzak, geloof ik, een recensent die juist wel in hen zag. Wim Ibo, de cabaretpaus, de cabaretchroniqueur, Ja. die zat destijds ook in de jury. Die kreeg eigenlijk best wel veel verwijt dat hij het niet had gezien met Nederlandse Hoop. Maar hij heeft later nog aangegeven: nou, weet je, kijk, hier, dit zijn mijn aantekeningen. Hij had de uiteindelijke winnaar, Dokkie Schokking, en Nederlands Hoop exact hetzelfde aantal punten gegeven. Alleen ja, hij was de juryvoorzitter en daarmee een beetje de kop van Jut, of de autoriteit zeg maar. Ja, goed, dat was een beetje een valse start, maar eigenlijk vrij snel daarna braken ze alsnog door met door een beetje rock'n'roll cabaret. Dus met het gebruik van moderne popmuziek, heel veel woordspelingen. Later zag ik nog een voorstelling van Freek, waarin hij terugkeek op de Nederlandse Hoop-periode en daar schaamde hij zich een beetje voor die teksten. Wat ik eigenlijk heel erg jammer vond, want ja,
Ik vond die albums gewoon geweldig. Dus je had Plankenkoorts bijvoorbeeld. En even kijken, was dat die andere ook weer? Panama, Nederlands Open Panama. Niet Weerzin in Panama, maar Nederlands Open Panama. Maar Plankenkoorts, dat was echt mijn favoriet. Er zaten ook van die hele leuke conferences bij met ze. Zo toen wel uren door kunnen gaan. Nou, in ieder geval. Van Nederlands Hop vind je ook alles op YouTube of niet? Nee, want Alleen zijn solo shows. daar bezit hij de rechten volgens mij niet helemaal van. Dus daarom was het ook. Volgens mij, deze box, die heeft volgens mij er, ik denk misschien wel 10 jaar over gedaan. Ik heb hem volgens mij 10 jaar voordat hij uitkwam voor het eerst aangekondigd. Maar elke keer Ja. was er iets of met iets te rechten, of er kwamen we niet uit, of het was niet opportun, of wat dan ook. Dus ik ben blij dat het uiteindelijk toch nog uit is gekomen. Maar eigenlijk alles wat hij op een gegeven moment is dus ja, zeg maar solo gegaan. En toen heeft hij zelf opnames gemaakt en daar heeft hij gewoon alle rechten van. Dus daar heeft hij van gezegd van nou, weet je, dit is mijn nalatenschap, geniet ervan. Ja, kijk, dat had hij kunnen doen na zijn dood. Maar ja, nu heeft hij er zelf ook nog een beetje plezier van als mensen het gewoon leuk vinden en hij krijgt leuke reacties. Dus dat was een beetje zijn gedachte. Ja, goed, het is uiteindelijk wel wat. Ja, minder geëindigd in de zin dat Bram en Freek, of Bram heeft eigenlijk ja, moeilijk kunnen accepteren dat het ineens over was. Want ja, Freek zei eigenlijk de samenwerking op en ook een beetje de vriendschap. Maar ja, die was alweer, zeg maar, wat. Ze waren al wat uit elkaar gedreven, laat ik zo zeggen. Het was Freek die echt solo wou gaan. Ja, en dat was toch wel een verrassing voor Bram. En die heeft daar nogal een tijd over gedaan om ook weer zijn eigen richting te vinden. Maar ja, persoonlijk, ik ben heel erg blij dat we uit elkaar zijn gegaan. Want als je ziet wat voor prachtige dingen Freek heeft gedaan. En vervolgens wat voor prachtige dingen Bram heeft gedaan. Ik zou zeggen win-win. Alleen het was toen gewoon ja, even een messy divorce. Ja. Nou, in ieder geval, Freek die is toen eigenlijk in volle vaart al doorgegaan met zijn eigen solowerk. Dus hij kwam met de komiek. Dat was toch wel een beetje een baanbrekende voorstelling. Ja. Het was enerzijds was het een cabaretvoorstelling, maar er zaten ook heel veel invloeden van het toneel in. En hij bracht daarmee ook zeg maar, de rode draad in het cabaret. Dus een verhaal wat eigenlijk continu terugkeerde door de hele voorstelling heen. En ja, dat is later massaal opgepikt door anderen. Overigens, het zat eigenlijk ook al in Interieur. Met Ja. de. Oh, Dus God. Freek was eigenlijk de eerste die een rode draad in een Nederlands cabaret bracht dan. In het Nederlands cabaret wel, ja. Dat was echt een beetje de toneelinvloed van hem. Ja. In het cabaret dan. En ja, goed, heel veel anderen hebben dat voorbeeld gevolgd. Waaronder ja, in iemand die veel in zijn mars zat. Joep van het Hek. Die eigenlijk ja, op die manier ook zijn voorstelling bij Cabaret Nar, zeg maar, op die manier heeft aangepast, Ja, geloof ik. ja. Ik ben wat minder thuis in het werk van Joep. Maar. Vervolgens ja, heeft hij echt een hele serie voorstellingen gemaakt. Zeker de eerste drie, die zijn echt vreselijk goed. Dat was ook een soort van ja, een manier zeg maar, om naar het vak te kijken. Een analyse van het vak. Of in ieder geval het vak, de invloed van het vak op hem en andersom. Dus wat dat betreft zou ik zeker aanraden om die podcast te beluisteren. Ik moet zeggen, we hebben in totaal, ik denk iets van 36 uur met elkaar gepraat. Oké. Volgens mij staan er nu. Ik durf niet eens te zeggen hoeveel uren er nu al op staan. Maar we hebben tot en met 1996 gedaan. Dus we zijn bijna op de helft. Amai. Ja, het ligt nu heel stil. Want ja, ik moet heel even pas op de plaats maken. Maar als ik dit dus weer ga voorzetten. Het gaat nog dan een heel jaar door. Zeker. Het zijn leuke gesprekken geweest. Mensen die bijvoorbeeld naar tv kijken en daar bijvoorbeeld Freek zien opduiken in een of andere talkshow, denken van, oh, wat is een narige oude vent, zeikert. Had hij op den duur ook niet de bijnaam Preek de Jonge? Nou, dat heeft. Op een gegeven moment is Wim Kan naar ze gekomen kijken en die heeft ze volgens mij. In een van de commentaar of in zijn dagboek, ik weet niet precies, omschreven als Dram en Preek. Ja. Waarbij, oh ja, hij is een domineeszoon. Dus ja, dat is op zich wel, ja, het komt wel ergens vandaan. Maar in ieder geval, dus mocht je hem daar alleen van kennen en niet van zijn voorstellingen, dat is niet de echte Freek. Dat is niet de Freek die ik eigenlijk
tot dan toe had ontmoet, een paar keer. Ja. Nooit zo intensief als voor de podcast, maar dat was gewoon nooit, ja, was gewoon niet zeg maar het beeld wat ik van hem had. Ik heb hem wel eens een keer benaderd om mee te gaan doen met de Zwarte Katdag. Nou, het is, uiteindelijk kwam het nooit goed uit, omdat hij dan ineens weer een conferentie op tv ging, moest doen. Voor de verkiezingen bijvoorbeeld. Maar hij altijd open, geïnteresseerd. Leuke vent. Ja, en ja, ja, ik moet zeggen, dat is ook wel weer bevestigd toen ik uiteindelijk ja, zo lang met hem heb gepraat. Op een gegeven moment vroeg ik hem een keer, dat was naar aanleiding van Paparazzia, de oudejaarsconferentie die hij heeft gedaan. Die kon nog online. En daar zat hij in een soort van keuken, want dat kookprogramma's waren toen ineens populair. Vroeg ik van, vind je het leuk om te koken? Nou ja, dus dat werd een heel gesprek. Ik weet nog niet of ik dat erin laat. Maar uiteindelijk, ja, hij begon zeg maar, mij toch echt wel te overtuigen dat ik echt een keer soep moest gaan maken. Want dat is heel makkelijk. Ja, het moet nog gebeuren. Maar nee, het is een hele leuke vent. En ik moet wel zeggen dat het was heel intensief. Want ik had me namelijk voorgenomen, als wij over die shows gaan praten, dan wil ik me er wel in verdiepen. Dus ik wil wel zeg maar, goede vragen kunnen stellen. Dus ik had natuurlijk dit boek helemaal doorgenomen. Ik had recensies opgevraagd. Ja, maar goed, laat zo zeggen, alles wat... Was wat niet die, nodig. Nou, als hij zeg maar bepaalde uitspraken doet in interviews, wil niet zeggen dat hij daar nu nog steeds over denkt. Dus, dat heb ik toch gezegd? Ach. Nou, mensen kunnen van gedacht veranderen. Nou ja, laat zo zeggen, alles wat publiciteit opleverde, dat was heel goed. Wil niet zeggen dat hij daarna nog wist dat hij dat had gezegd. Dus wat ik uiteindelijk heb gedaan, ik ben dus eigenlijk alle voorstellingen gewoon gaan kijken. En ja, we deden twee interviews, twee sessies zeg maar per week. Vier voorstellingen doorgaans per sessie. Dus ik heb best wel veel achter elkaar gekeken. Dus vier freak shows per week. Ja, nou ja, acht hè. Ah ja, acht, ja. Ja, en op een gegeven moment toen dachten we van, nou ja, tenminste toen dacht hij van... als we dan de grens gaan doen. Anders doen we er gewoon vijf. Dus dan hebben we twee keer vijf is tien. Ik moet ze wel allemaal kijken. En, ja, ik moet ook wel zeggen, zonder lockdown had ik het gewoon niet gered. Dus ah, ja. Dat is dan weer zeg maar het voordeel van de lockdown. Dus heb je ze nu alle 80 gezien? Ja, inclusief de nieuwste. Ja, en wat vind je zijn beste werk dan? Nou... Laat ik zo zeggen, er zijn een aantal dingen die me wel opvielen. Dat heb ik ook niet alleen bij de gesprekken, maar ook zelf ondervonden en bij anderen gehoord. Wat zeg maar de favoriete voorstellingen zijn, dat hangt heel erg af van wanneer je bent ingestapt bij Freek. Ah, oké. Ik ben wat later ingestapt, wel voordat ik Zwarte Kant begon, maar dat was zeg maar zo rond 1992, 94. Ik denk dat het eerste wat ik van hem heb gezien, dat is... nou, in ieder geval wat ik het beste herinner, dat is de Estafette, een oudejaarsconferentie uit 1992. Die heb ik ook gezien, denk ik. Dat zegt me alleszins iets, ja. Dat is degene waar hij zeg maar, met een gips rondliep. Had zijn been gebroken. Wat trouwens ook nog in de podcast terugkomt. Was echt. Mensen dachten dat het voor de show was, nee, maar het was echt. Hoe dat gebeurt is ook wel een leuk verhaal. Maar goed, dat moeten ze maar luisteren. En dat is mijn favoriete oudejaarsconferentie van hem. En later heb ik ook de voorstelling, in het theater de voorstelling De Tol gezien. En dat was zeg maar een van zijn laatste zeg maar, voorstellingen waar hij gewoon een heel seizoen, anderhalf seizoen mee toerde. En ja, die twee, dat zijn echt wel mijn favoriete voorstellingen. Maar ik hoor bijvoorbeeld van heel andere, van een bevriende theaterdirecteur van mij en Theo Maassen bijvoorbeeld. Daar is de favoriete voorstelling De Mars. En van heel veel mensen is dat de favoriete voorstelling. Ik vind het wel een goede voorstelling, maar ja het is niet mijn voorstelling. In de zin dat destijds, zeg maar, hij zoals Spreker eigenlijk zelf over noemde, op een gegeven moment hij betovert mensen met zijn voorstellingen. Dus dan pakt hij je op een manier of op een moment dat het dan echt het meest past. En dan volg je hem en op een gegeven moment dan haak je af of dan haak je weer aan. Dus het gaat altijd wel in golven. Alleen afhankelijk van het moment waarop je dus aanhaakt, dat is met een bepaalde voorstelling. Dus
Het is niet hard te zeggen, zeg maar, dit is zijn beste voorstelling. Circus Kribbe, dat is een vrij late voorstelling. Die vond ik ook heel erg goed. Maar ik zeg even in mijn hoofd 2013, 2012. Geen idee. Ik heb Ja, nou, maar goed, hij vond het. maar één DVD van Freek, en dat is deze. Ah, de laatste lach. Nou ja, dat is ook een hele mooie. Wat ik eigenlijk zeker de laatste jaren heel mooi zeg maar, van hem vind, wat hij doet, zijn een beetje de meer toneelachtige voorstellingen. Dus hij heeft ook in De Vergrijzing heeft hij een aantal voorstellingen gemaakt. Ja, titels ben ik even nu heel slecht in, maar bijvoorbeeld de titelvoorstelling, De Vergrijzing, dat speelt zich eigenlijk af in een soort van hal van een ziekenhuis, lijkt het wel. En ja, daar doet hij eigenlijk gewoon een soort van toneelstuk, wat ook weer heel grappig is, want dat doet hij, dat is het dan gelukkig wel weer. En hij heeft daarvoor een voorstelling gedaan, ik geloof dat hij Jonas heet, waarbij hij, nou, in ieder geval, hij vertelt een verhaal over een kade, over een schip. Op een gegeven moment, hij eindigt op een vlot. En niet alleen, tenminste mede, denk ik ook doordat het ja, prachtig vormgegeven is door een geweldig team. Maar zeker ook zeg maar, toen ik die voorstelling zelf zag met dat vlot. Ja, het was bijna een soort van. Je kwam in een soort van flow terecht. En dan zeg je: Oh, wauw, dit is echt heel goed. Dus ja, het kan voor iedereen heel erg variëren wat hun favoriete voorstelling is. Wat ik in ieder geval heel fijn vind, is dat hij. Kijk, het mooie van Freek is eigenlijk: hij is autodidact. Dus hij heeft ja, nooit les gevolgd. Ja, eigenlijk alles wat hij leuk vindt, zeg maar, dat gaat hij gewoon oefenen, net zolang tot hij er zelf tevreden over is. En dan gaat hij het in de voorstelling zetten. Maar dat heeft dus ook als gevolg dat hij dingen doet die andere mensen nooit zouden doen. Dus dan doet hij een raar dansje. Of een. Nou goed, hij blijkt dus ontzettend geïnteresseerd te zijn in ballet. Wist ik dat ook niet. Of hij vertelt bijvoorbeeld een bepaald verhaal wat hij ooit een keer in een column heeft geschreven. En dacht van, oh, dat past hier heel erg goed. Of hij gaat zelfs muziek maken. Ja, goed, het is niet de meest begaafde zanger die je hoort. Maar sommige liedjes, ja, die passen wel heel erg goed. Hij heeft bijvoorbeeld een uitvoering gedaan van Zeg maar dat niet zo is, van Frank Boeien. Dat is echt een, ja, dat is een goede uitvoering. Hij heeft op een gegeven moment ook een murder ballad, heeft hij nog, de tekst, was hij mee bezig toen we spraken. Heeft hij een murder ballad van, ja, ik denk Bob Dylan of zo, was hij aan het vertalen. Dus dan heeft hij wat gemaakt en dan is hij toch benieuwd van, nou, wat vind je ervan? Leven na de dood, dat is een hit geweest hier in Vlaanderen. Ja, dat was een bewerking van Bob Dylan. Grappig genoeg was het meer ingegeven door een DVD van Gavin Friday. Ken je die nog? Kevin Friday. Dat was een Ierse zanger. Hij op een gegeven moment via Bono van U2 heeft hij kon hij een plaat uitbrengen. Ja, de naam van het album ontschiet me even. Maar die heeft in ieder geval dat nummer als eerste uitgebracht. En dat was eigenlijk Ja. een beetje, ja, gewoon een heel langzaam nummer. En van Bob Dylan is dat ook. En toen hadden ze op een gegeven moment een voorstelling gemaakt. Toen had Freek een voorstelling gemaakt. En dat was niet de voorstelling waar ze, zeg maar, uiteindelijk een hit mee hebben gehad. Het was gemeengoed. Maar hij had een aantal voorstellingen, of één of twee voorstellingen eerder, had hij dus een draaiorgeltje. En daar zong hij eigenlijk dat lied op. En dat was al een beetje wat meer up-tempo, zeg maar, dan dat hij het later, of dat hij het oorspronkelijke lied was. Maar ja, het was dus oorspronkelijk Bob Dylan, gecoverd door Kevin Friday. Daar kwam Freek mee in aanraking. Die heeft volgens mij ook nog meer liedjes gebruikt in zijn theatervoorstelling van die Kevin Friday. En toen werd het een eigen hit. En hij heeft later ook nog een tweede hit gehad met Heeren Meelij met de Belgen. Klopt, ja. Ja, wat je wel merkt is dat, daarmee kwam hij wel in een wereldje wat hij niet zo heel erg leuk vond. Dus daarna was het eigenlijk ook wel weer klaar. Hij heeft in zijn. Ik zit te denken of nou of in deze voorstelling is. Nee, volgens mij niet. Ik denk een voorstelling zeg maar over Carré. En daar wordt hij eigenlijk uitgedaagd om het lied weer te gaan zingen. Maar dan maakt hij er toch weer een variant op.
Dus dat is wel leuk. Hij blijft altijd bezig. Als je, die man is een machine. Dus het is echt, of een monster, wat ik eigenlijk eerder zei. Het is echt van, hij is altijd bezig. Op het moment dat je iets met hem doet, zoals dit bijvoorbeeld, denk je van, oh, zullen we nog eentje, zullen we nog eentje. En dan, Onverzadigbaar, eigenlijk. ja, hij is zo ontzettend creatief. Hij weet van alles kunst te maken. Eigenlijk, zijn hele leven, dat is kunst geworden. En een van de interviews die ik zelf eigenlijk ook het leukst vond, maar ja, die is uiteindelijk iets van 2 uur geworden, dus dan moet ik even kijken hoe ik dat kan monteren. Maar dat was dat is een interview met Hella de Jonge. Want als je ziet, zeg maar, wat haar bijdrage is geweest. Freek had nooit, nou, in ieder geval nooit dit kunnen maken, zijn solo-werk, zonder Hella. Nooit. Want ja, zij faciliteert hem. En zij is ook gewoon zijn co-conspirator, zijn compaan, zeg maar, in het maken van die dingen. Dus soms komen ideeën voor kostuums en decors komen wel van Freek, maar Hella Hij werkt het uit. ja, die moet het uitwerken samen met het hechte team, zeg maar, wat ze hebben. En ja, dat is gewoon indrukwekkend als je ziet, zeg maar, wat hun gezamenlijke productie is. Want wat ik al zei. Ja, goed, een normaal mens die maakt een voorstelling of twee in 2 jaar. 1,5 tot 2 jaar. Hij maakt sowieso elk jaar een voorstelling. En vervolgens, als je dan nog een keer zo'n project zoals De Vergrijzing maakt, waarbij je gewoon, Iedere maand. ja, nou ja, inderdaad, weliswaar met de nodige voorbereiding. Nee, niet elke, dat was de grens. De Vergrijzing elke week een nieuwe voorstelling maakt. Dat is Ah, gewoon oké. bezopen. Ja, dus het is wat dat betreft Maar heel indrukwekkend. is er dan materiaal dat hij nog weggooit? Of heeft hij zoiets van, alles wat ik bedenk, doe ik op een podium? En is die, ja, als je zoveel schrijft en zoveel maakt, dan kun je toch niet zelfkritisch zijn in wat dat je doet, want anders kun je toch zoveel niet maken. Nou ja, ik denk uiteindelijk ben je heel vaak wel je eigen beste criticus. Kijk, wat wel van belang is dat hij. Ja, ik weet niet of hij alles gebruikt wat hij maakt. Alleen wat hij wel doet, is dat hij voor alles wat hij maakt kijkt waar het beste past. Dus soms dan maakt hij. Of dan is het iets voor een column. Of dan is het iets voor een tekst, zeg maar, op Twitter. Andere keren komt hij in het theater terecht. Soms maakt hij ook gelegenheidsgedichten. En dan komt dat later bijvoorbeeld weer in een boek terecht, of dat komt dat vervolgens later weer in een theatervoorstelling terecht. En je merkt ook dat sommige. Er is wel een verschil tussen, zeg maar, tv-voorstellingen en theatervoorstellingen. Dus als je bijvoorbeeld een verhaal hebt waar hij samen met een man, zeg maar, in een soort van zeemanscafé komt, dat komt bijvoorbeeld terug in De Vergrijzing en dat komt ook later in een andere voorstelling terug. Alleen, het is niet iets, zeg maar, wat je niet heel snel zult horen, is dat, of zult zien, is dat hij, zeg maar, twee volle voorstellingen heeft, theatervoorstellingen, en dat hij daar iets hergebruikt. Dat doet hij niet. Alleen als je denkt van, nou, ik heb toen iets gemaakt, maar dat, ja, het is op tv geweest, maar goed, niet heel veel mensen hebben het gezien. Ik denk dat ik het nog beter kan gebruiken hier, dan kan hij dat op die manier doen. Dan wel, Ja, ja. alleen het is. Ik moet zeggen, dat komt niet zo ontzettend veel voor, hoor. En zeker niet als je kijkt, zeg maar, naar, ja, de 40 jaar of zo die hij nu alleen als solo bezig is. Af en toe heeft hij wel wat dingetjes bijvoorbeeld gebruikt van Nederlandse Hoop, liedjes met name. Maar dat is vaak voor terugblikken of echt, ja, heel kleine stukjes, dat soort dingen. Nu, als je zegt 80 shows op 40 jaar, ja, dat zijn er maar 2 per jaar gemiddeld, hè, dus valt nog mee, hè. Ja, doe het maar. Ja, nee, ik kan het niet. Ik ben als comedian was ik al iemand die heel traag schreef. Ja. Dus Nee, ik heb ja. toevallig laatst naar een Q&A gekeken van Sander Dreyke. Die heeft, Ja. zeg maar, zijn stand-up show en daarna heeft hij, zeg maar, houdt het voor bekeken. En ja, daar wilde hij eigenlijk dit jaar mee stoppen. Alleen ja, toen kwam corona tussen. Want hij kon ja, die twee dingen gewoon niet meer zoveel naast elkaar doet. Dat was op een gegeven moment wel slopend. Moet je nagaan als je dat dan 40 jaar doet. Ja.
Dus ja. Waar plaats je dan Freek de Jonge in de geschiedenis van het Nederlands cabaret? Op welke plaats? Niet alleen zijn contemporaries, niet alleen degenen die nu leven, maar ook van voor zijn tijd in de geschiedenis. Als je zou zeggen van ik moet een top 10 maken van de cabaretiers in Nederland van de laatste 125 jaar, waar zet je Freek dan? Eén. Ja? Ja, en het is niet zozeer dat ik zo'n grote Freek-fan ben, maar het is als je ziet zeg maar wat hij heeft gemaakt, de kwaliteit ervan, die continue, hoe zeg je het, niet neiging, maar continue wil om zichzelf te vernieuwen, om elke keer weer iets anders te maken, tegen de stroom in te gaan, de invloed die hij daarmee heeft uitgevoerd op andere mensen. Kijk, soms dan heb je van die mensen, de hele tijd geleden was er bijvoorbeeld een hele discussie op het forum wat toen op Zwarte Kat stond. En wij willen geen Freekjes zijn. Nou ja, dat zegt toch wel wat. Dat jij eigenlijk op die manier eigenlijk de maatstaf bent waar mensen tegenaan worden gehouden. Dan heb je gewoon iets heel bijzonders neergezet. En ik kan eerlijk gezegd niet iemand anders bedenken die zoveel heeft betekend, gepresteerd heeft, gemaakt heeft. Want we hebben nog niet eens de films genoemd. De boeken die hij heeft geschreven. Hij heeft zoveel ontzettend veel gemaakt. En door het volume, maar ook door de kwaliteit ervan, denk ik echt van ja, ik kan niet iemand anders bedenken die boven hem in de topteam zou moeten staan. Speelde hij niet mee in Mira, in de teleurgang van de Waterhoek, maar Ja, daar werd hij gedubt. precies. Niet zijn eigen stem. Ja, ach. En het grappige is, hij heeft daarna nog een andere film gemaakt. En dat was De Illusionist. En daar sprak hij helemaal niet. Ah, Dus ik weet niet, oké. dat vond hij weer een leuke exercitie. Van, ja, weet je, ik sta bekend om mijn gepraat. Ik ga een film maken waar je me helemaal niet hoort. Ja, oké, wie verzint dat? Dus Geweldig. is eigenlijk een van de weinigen die gewoon alles durft en zoiets zegt van ik doe het maar, we zien wel. Ja, hij is echt. Ja, ik kom gewoon niet op bepaalde woorden, maar het is. Hij durft alles. Hij probeert alles. Als hij denkt van, nou, dit gaat werken, dan doet hij dat. Hij heeft op een gegeven moment een act gedaan bij een voorstelling in het kader van Carré, geloof ik. Op een gegeven moment gaan die. Ik heb ook heel veel dingen te veel achter elkaar gekeken, dus op een gegeven moment lopen ze een beetje in elkaar over. Maar dan zit hij op een gegeven moment, loopt hij kleedt hij zich om op het podium. Dan denk ik van, oh, weet je, moet dat? Alleen. Ja, het werkt wel weer heel grappig binnen die voorstelling. Dus ja, Dus Fearless. eigenlijk de nummer 1, de beste Hollandse Nederlandse cabaretier ooit. De Eddy Merckx van het Nederlands cabaret. Hij is de Thanos van het Nederlandse cabaret. Hij is inevitable. Ah ja, oké. Ik ging zeggen van hij heeft de helft van het Nou. Nederlands cabaret om zeep geholpen, maar dat dan niet. Nou ja, eigenlijk wel een beetje. Als je kijkt naar, nou, in ieder geval, dat was eigenlijk meer met Nederlands Hoop. Alles wat daarvoor was ineens ongelooflijk ouderwets. Met recht ook. Maar ja, je ziet gewoon dat heel veel van het cabaret uit die periode, dat was niet meer te pruimen. Weet je, dat was Was ineens, heel braaf, hè? dat was te braaf, het was te ernstig. Studentico's. Nou, ik vond eigenlijk hen meer studentico's, maar. Als je bedoelt van intellectueel, zeg maar, dan ja, dan was dat de studentico's. Maar voor mij de enige die echt een beetje overeind bleven, dat was dan Dokkie Shocking. Dat was ook gewoon heel goed. En Cabaret Ivo de Wijs. En die zijn alle drie allemaal gestopt, eigenlijk aan het eind van de jaren 70. Maar ja, ze waren schoonmakend en ze waren ook heel erg competitief. Dus ja, ze deden er ook alles aan om de beste te zijn. Iedereen werd keihard weggespeeld. En ja, het was geweldig voor die tijd. Het is jammer dat ik ze nooit op die manier live heb kunnen zien. Want dan ben ik gewoon echt simpelweg te jong voor. Maar ja, ik heb. Tijdreizen, Ja, goed, ik hoop het nog mee te maken. hè? Maar ja, wat hij vervolgens solo ook weer nog weer allemaal gepresteerd heeft, is echt. Ja, wezenloos veel gewoon. En Ja, het dan hebben boek we het ook. alleen al. Ja, precies. Ja, en 2011, hè? Dus het is allemaal weer verouderd. Ja, het is al 10 jaar oud. Ja. En hij heeft. Ja.
Ja, ik heb Freke onlangs nog gezien, ik denk vorige week, in een talkshow op Nederland, naar aanleiding van het overlijden van Corrie van Gorp. Ah, ja, hij heeft samen met Bram Vermeulen heeft hij een voorstelling of een musical gemaakt. Musical, ja. En Kannibaal voor het leven of zoiets, wat was het ook alweer? Ik weet de titel niet, maar het was inderdaad een musical Een waar Corrie kannibaal. van Gorp Ja, en Willem Nijholt in meededen, precies, dacht een ik. kannibaal zoals jij en ik was de titel. En dat was niet heel geweldig. Het was een beetje vergelijkbaar met. Ik heb eigenlijk altijd Agda en de Munnik wel een beetje zeg maar, van een soort van carrière. Planning à la Nederlands Hoop verdacht. Want op een gegeven moment kwamen zij ook met Ren, Lenny Ren. Ja. En ja, op een gegeven moment kwamen ze hier dus met. Oh ja, hier staat hij. Een kannibaal zoals jij en ik. Als jij en ik, die zitten dus ook tussen. Want als, voor dat geval dat mensen deze nog niet kennen, deze box. Hier zitten boeken in. De LP's zitten hierin. De CD's zitten hierin. En de DVD's zitten hierin. Dus het is Amai. echt een totaal. All in. Box. Ja, als je dit hebt, dan heb je alles in wezen. Het enige wat er misschien niet in zit, is een boek van Frits Oppenoort uit de jaren 80, geloof ik. Maar misschien dat erin verwerkt is. En er is later nog een boek uitgebracht door Just Enschede. En dat was de manager tijdens Nederlands Hoop. En dat was de titel is iets van Mijn rock'n'roll jaren met Nederlands Hoop of zoiets. Maar Dat voor de zit er niet rest, in. Oké. nee, maar voor de rest is het dus gewoon ja, zo, Mooi. ja, En compleet. over Corrie van Gorp kun je het misschien op een andere keer hebben. Tenzij dat je er geen fan van bent van Corrie van Gorp. Dan. Zeker. Ja, nee, ik heb heel veel gezien van André van Duin. En een van mijn mooiste herinneringen, dat was een tv-special die ze hebben gemaakt, waarbij ja, André van Duin en Cor van Gorp speelden zeg maar een stel die verliefd waren op elkaar. Op een gegeven moment hij moest dan weg voor de oorlog. En het speelde zich af zeg maar ergens rond de vorige eeuwwisseling. Om aan elkaar te denken scheurden ze een tientje in midden. Waarbij je op een gegeven moment dan denkt van tientje, die tijd, tientje? Was het niet florijnen of zo? Maar in ieder geval moet je niet te veel over nadenken. Heel veel later zie je dus zeg maar dat Corrie van Gorp is dan een barones geworden met een of andere dronkaard als butler. En die butler wordt dan weer gespeeld door André van Duin. En helemaal op het eind blijken die twee geliefden dus echt gewoon diezelfde personen te zijn. Dus hij dacht dat ze inmiddels ja, te fancy voor hem was. En daarom is hij maar zeg maar is hij haar butler geworden in vermomming. En pas later blijkt dus dat ze nog steeds verliefd op hem is. En toen denk je van, oh, ik heb een tientje ook nog. Ik heb een tientje ook nog. Nou, ik heb dus na het overlijden van Corrie van Gorp heb ik het teruggekeken. Het heet Boom Boom. Ik heb het teruggekeken op YouTube. Het is niet goed. Het is echt niet goed. Boom, Maar. boom, dat is een blijspel toch? Dat al een Frans blijspel oorspronkelijk, of Oh, niet? oké. Okay, ja, misschien is het daarnaar vernoemd. Ik heb geen idee. Maar Ja, boom, boom. het is een soort van musical-achtig programma, maar het is echt slecht. Ah, Dus oké. de herinnering was beter. Maar goed, ze hebben ook heel veel alle andere mooie dingen gedaan. En ja, meneer en mevrouw de Bok, dat blijft toch wel het hoogtepunt We zullen van de het. samenwerking. Maak eens een van de volgende afleveringen kunnen we het misschien dan eens uitgebreider over Corrie van Gorp hebben. Ik heb niet, ik heb alleen maar de cassette even lekker lachen. Denk dat het daarop staat en dat zal het ongeveer zijn, denk ik. Maar goed, we zijn lang over Freek de Jonge bezig geweest, maar die mens heeft ook 80 shows gemaakt in 40 jaar, dus die is ook al lang bezig. Dus beste mensen, laat ons even weten Zo, wat dat jullie van Freek de Stef, Jonge vinden. ik wou Ja. eigenlijk bijna zeggen, zo zou ik nog wel uren door kunnen gaan. Daar was ik al bang voor. Het is aan mij dat ik het nu probeer af te ronden, want anders moeten we er ook 36 afleveringen van Freek de Jonge over maken. Maar laat ons zeker even in de comments weten wat dat jullie favoriete show is van Freek de Jonge, of lied, of welke filmrol dat jullie leuk vonden van Freek de Jonge. Dus dan zijn we heel erg benieuwd en zeker via de link kijken naar alle shows. Dan ben je toch wel een half jaar of Oh, een jaar zoet. en hij is momenteel in de bioscoop te zien met De Vogelwachter. Dus dat doet hij ook al. Ah, jullie bioscopen zijn open. Doen ze niet. Oh. En dat is een film waar hij de hoofdrol in speelt? Ja, hij is
Ja, op een eilandje, daar doet hij op vogels wachten. Allee, Ik heb hem niet hoe gezien. komen ze aan die titel dan, hè? De Vogelwachter. Oh ja, kom aan. Ja, hij moet in ieder geval van het eiland af en dat wil hij niet. Dus Oké. Okay. Goed. Dan wil ik die ook al eens zien. Ik meer verklap ik niet. hoop dat die net als de beentjes van Sint-Hildehart dan ook op Apple TV komt. Dan kan ik die ook nog bekijken. Ongetwijfeld. Ik ga het over een Belgische grote meneer hebben. Zelfs een Waalse grote meneer. Ook Walen kunnen grappig zijn. Ook al zullen veel diehard Vlamingen dat niet denken. Maar ik wil het hebben over waar kan ik hem het best op laten zien. Ja, ik zal gewoon zijn eerste film. Ik ga het hebben over Benoît Poelvoorde. Ah, ja. Ik ken hem als Man Bites Dog. Ja, dus de eerste film is C'est arrivé près chez vous. Man Bites Dog staat er inderdaad onder. Is Ik heb geboren hem niet op, aangezien. ja, heb hem ergens liggen. Ik zal ze zo meteen allemaal tonen, alle films. Ik heb er een heleboel. Is geboren op 22 september 1964. Heeft theater gedaan in zijn jonge jaren. Met zijn vrienden André Bonzel en Rémy Bellevaux, was het zeker? Ja, Rémy Bellevaux. Heeft hij dan deze film? Zij hebben geregisseerd en geschreven. Hij speelt de hoofdrol, ook Waar, waarom, meebedacht. waarom laat je die stickers erop zitten? Ja, omdat dat ik ze er voorlopig nog niet heftig af krijg. En sommige zijn zelfs ook gewoon nog niet open geweest, maar inderdaad, ik moet ze er eens dringend proberen. Kijk, zo krijg ik ze er niet. Ik moet ze er eigenlijk afstomen. En daar ben ik nog niet toe gekomen. Maar ik denk dat dat was eigenlijk een beetje de doorbraak. Hij had ook nog in sketchprogramma's gespeeld in de jaren 90, daarachter nog. Heeft ook verschillende filmprijzen gewonnen. Want zoals Freek de Jonge, iemand is die heel veel theater maakt en schrijft en liedjes, is Benoît iemand die in heel veel films speelt. Je hebt soms jaren dat hij in drie films te zien is. Dus, en niet noodzakelijk kleine rolletjes, dat kunnen ook. Dus die is constant bezig. Dus Rémy Bellevaux, André Bonzel en Benoît Poelvoorde, dat was zo. Ja, voor de mensen die het niet kennen, maar ik denk dat dat ongeveer de enige film zal zijn van Benoît die in Nederland ook bekend is, waarin dat hij een huurmoordenaar speelt eigenlijk, hè. Die soort in een semi-documentaire-achtige stijl vertelt over hoe dat hij zijn slachtoffers op een zeer economische wijze om zeep helpt. Dus, en ja, dat was een ruwe, harde film, zwart-wit ook. Die wel direct de aandacht getrokken heeft. En ja, Ja, dan is het was ook zijn. in diezelfde periode van dat ik La Haine heb gezien, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik kan me niet zo heel veel herinneren van, ja, ik noem het even Man Bites Dog. Het enige wat nog wel echt heel erg bijstaat, is iets met een bezem. Dat, ja. Ja, wat ik mij nog herinner is dat hij. Aan het vertellen was, ik kom binnen bij een oud vrouwtje. Die zit dan op de zetel en hij zit ernaast. En dat hij gewoon rustig aan het vertellen hoe dat hij het doet. En dan opeens heel luid in haar oor begint te roepen dat ze een hartaanval krijgt. Hij zegt van, voilà, kijk, ik heb zelfs geen wapens nodig. Efficiënt. Dus op die manier. Ik heb hier even opgezocht, want de sketchprogramma's waarin hij te zien was, heb ik zelf nooit gezien. Dus ik Ja. hoop dat er mensen aan het kijken zijn die ze wel gezien hebben. En laat ons dan zeker weten wat dat je ervan vond. Dat waren de Jamais au grand jamais. Nooit van gehoord, maar. En Carnet de Monsieur Manhattan. Dus dat zijn sketchprogramma's waar dat hij dan in te zien was. Maar ik ken hem vooral van de films. Hier leren kennen. Maar hij heeft ook heel veel films gemaakt over onderwerpen of thema's die ik wel leuk vind. Of Funko Pops. bijvoorbeeld. Nee, dat nog niet. Dat nog niet. Maar ik verdenk er hem ook ergens een beetje van een halve geek te zijn. Dit was een hele leuke podium, waarin dat hij een soort Claude François-kloon, eigenlijk een Claude François-imitator speelde. Dus dat Ik weet was niet eens wie wel dat is. Claude François. Hij kent Claude François niet. De grote Franse zanger van Alexandrie, Alexandra, comme d'habitude,
de oorspronkelijke versie is van My Way van Dingsken. Alleen My Way van Frank Sinatra. Dus de grootste Franse zanger van de jaren 60 en 70, totdat hij zichzelf elektrocuteerde in zijn bad. Viel zijn radio erin? Of was het geen ik denk dat of een lamp of zo, ik weet het niet. Er is een film over zijn leven, dan moet je ook maar eens kijken. Maar dit was een hele leuke. Ook Le Vélo, dus wielrennen, films over wielrennen, een film over wielrennen. Ja, ik vind wielrennen leuk, dus... een van zijn laatste films was Raoul Tabourin. Daar heb ik de DVD nog niet van, maar dat speelt zich af in een klein, idyllisch Frans dorpje, waar hij de fietsenmaker is eigenlijk, maar zelf niet durft fietsen. En dat heeft ook iets heel leuk. Dan heb ik hier ook nog La Rançon de la Gloire, waarin dat hij samen met, ik weet niet wie dat de acteur is, Roche Dizem, blijkbaar. Zij spelen twee mannen die het lijk opgraven van Charlie Chaplin. Dat is in het nieuws geweest, eind jaren 70. Dat is gebeurd. Gegijzeld, zeg maar. Ziet inderdaad de bolhoed ook hangen. Ja, dus dat vond ik wel een hele leuke film. Is het niet altijd in pure comedy, het zit ook soms wat dramedy in. Een van zijn beste films eigenlijk dat ik de laatste jaren gezien heb, Le Tout Nouveau Testament, waarin dat hij God speelt. Waar dat dan op een of andere manier alle sterfdata van iedereen op de wereld te grabbel gegooid worden. Dus iedereen weet nu wanneer dat hij gaat sterven. En dan wordt het totale chaos en dan moet hij dat ook proberen op te lossen. Het is oké, okay, een... dat doe je toch gewoon random? Hop. Nee. Het is van Jaco van Dormaal trouwens, de film. Toto le Hero is ook van Jaco van Dormaal. Je hebt er hier over misverkiezingen. Ook heel leuk. Une famille à louer. Ik weet het, op een heel slechte plek, de sticker, maar op de achterkant is het niet veel beter. Du jour au lendemain, dat ook een beetje science fiction-achtig is. Mon pire gauchemar, waarin dat hij een heel irritante man speelt. En daar is hij supergoed in, om irritante... Ik vergelijk hem soms een beetje met een nog ruwere versie van een opgefokte Louis de Funès. Oh, oké. Kijk, die ken ik wel. Dus in veel films... Nog opgefokt, over, holy shit. Ja, over voetbal. Dus het is echt... Het is soms compleet over, dus het kan alle kanten op met... soms ook wat meer grimmige comedies of wat dramedies of dramafilms. Kan ook allemaal. Natuurlijk ook, daar heb ik het... In de eerste aflevering hebben we het gehad over Danny Boon. En Rien a déclaré, daar speelden ze samen, een topfilm. Okay. Dus ja, dat... Heb je nog meer? Nee, dat zijn ze allemaal. Dus Raoul Tabourin heb ik nog niet gekocht. Venise n'est pas en Italie, ook een hele leuke road movie eigenlijk, heb ik ook nog niet gekocht. En normaal gezien ging er van het jaar wel een aantal films met Benoit uitkomen. Maar ging er ook een superheldenfilm uitkomen met Benoît Poelvoorde? Black Panther 2. Nee. De titel was Comment je suis devenu un super-héros. Is dit misschien een goed moment om te zeggen dat ik helemaal geen Frans spreek? Hoe ben ik een superheld geworden? Ah, oké. Okay. Daar was volgens de trailer. Ik ga zien of ik de trailer nog vind en dan zet ik die zeker... In de beschrijving. Want hij is inmiddels iets van ergens in de 60, toch, denk ik? Hij is van 64, dus september 64, dus wat is dat? 56, 54. Hè? 56. 56. Oh, ja, dus, 46. Hm. Ja, dus ja, dus ja elke film met Benoît wil ik wel zien. Ze zijn niet allemaal even goed. Deze bijvoorbeeld vond ik niks aan. Hm. Maar ja...
als je heel veel films maakt en heel veel films speelt, dan kan het niet anders dan er ook mindere films zijn. Zoals bij Freek de Jong, er zullen ook mindere shows zijn. Ze kunnen niet allemaal top zijn. Dus ja, bij Benoit is dat ook zo. Maar als je kijkt naar het gros aan films dat hij maakt, de hoeveelheid films dat hij maakt en het percentage van films waarin dat hij dan... Maar hij is eigenlijk, in iedere film dat hij speelt, is hij wel goed. Hij zit niet alleen altijd in goede films. Ja, ik moet zeggen, ik zie het voorbij komen, maar het verbaast me dat ik hem eigenlijk maar voor één film ken. Ja, en dat is dan nog een film van, wanneer is dit dan? Van 93 zeker of zo? Ja, geloof ik wel, ja. Zal zoiets zijn? Ja, het zal zoiets zijn. Het grappige is, ik heb die film ooit een keer gezien op een van de cultfilmfestival. Hogeschool voor Journalistiek was dat, een vriend van mij die zat daar. En er was ook nog een lezing daarna met Theo van Gogh. Ja? En toen zag ik die film voor het eerst. En samen met een andere hele slechte film. Heel erg, zeg maar, hip. Nou, dat is, ben ik inmiddels vergeten. Maar bij ook deze... een Franstalige film dan? Nee, een Nederlandstalige film. Ah, oké. Okay. Echt heel slecht. Maar die... ja, zeg maar, deze voorstelling, of deze voorstelling, deze film, de Man by Stock, die maakte echt wel indruk, wat dat betreft. Ja, het is wel een van zijn origineelste films op zijn minst, en een van zijn beste ook. Maar ja, dan. Dit soort films vind ik schitterend. Het zijn er gewoon te veel. Ik zou niet direct weten wat mijn favoriete... film is met Benoit Poel voor de... Pas op, hij heeft ook meegespeeld in een film die ik een paar jaar geleden in de cinema zag, een jaar of twee geleden. En ik denk, Op Post heette die film. Die was slecht. Ik ben kwaad de cinema uitgestapt. Echt. En dat lag niet aan Benoit, want die was weer goed, zoals altijd. Maar het verhaal, het speelde zich af op een bureau en dan opeens was dat niet echt. Staat hierbij, de film was released op 4th of July 2018. Ik kijk naar de Engelse Wikipedia. It received positive reviews from critics. Op Post? Ja, wel, dan weten die critics geen ballen van scenario's schrijven. Want ik, ja. En Poelvoorde was genomineerd voor de Magritte Award. Voor die film? Actor. Voor Op Post? Ja, Keep an Eye Out noemen ze het. Ja. Ik zou eerder zeggen Poke an Eye Out in plaats van Keep an Eye Out. Het is echt... ik wil de trailer er gerust bij zetten hier, maar echt, ik heb hem gezien. Ik ben gewoon kwaad de cinema uitgestapt. En dat gebeurt niet vaak. Oké, okay, Karen. Dus, maar goed, kijk dan eerder naar de goede films. Maar er zijn er genoeg met Benoit. Dan moet je dat gedrocht niet gaan bekijken, ook al heeft hij er een prijs voor gekregen. En die regisseur van die film zou moeten verboden worden om ooit nog films te maken. Ik ga eens kijken wat hij gefilmd heeft nog. Ook nog één met Jean Dujardin, denk ik. En ik zag, en het raar was, ik zag aan de trailer dat dezelfde regisseur was. Want ik vond de trailer van verschrikkelijk. Welke film? Van Op Post. Alexandre Desplat of zoiets. Oh, hè? Hij riep direct naar Mr. Ozio. Zijn naam is Quentin Depeu. Of ja, zoiets. En maar, heeft sindsdien nog drie films mogen maken. Ja. Ik weet het. Het is niet eerlijk in het leven. Maar nee. Oh, goed, dus, kijk, het is zo. De Dan Aykroyd onder de Vlaamse regisseurs. Nee, want het is... Ah, nee, het is Frans, sorry. Het is een Franse regisseur en hij komt nog niet aan de voetzolen van Dan Aykroyd. Voilà, kijk. Kijk vooral naar die films. Deze zijn heel leuk en ik zal misschien nog wel een paar trailers in de beschrijving. Dus mensen, laat misschien ook eens weten wat vinden jullie de beste films van Benoit Poelvoorde of de slechtste films. Ik ben heel erg benieuwd. Kennen jullie Benoit Poelvoorde voor hetzelfde geld? Hebben jullie nog nooit van hem gehoord? Mag ik nog een vraag stellen? Ja. Waarom is hij een comedyheld voor jou? Omdat ik hem echt
qua timing, comedy timing, vind ik dat een fantastisch acteur. Ik vind dat een van de tout court vind ik dat een van de beste acteurs die we in België ooit gehad hebben. Of dat nu comedy is of drama. Drama kan hij ook. Maar ja, ik kan heel expressief spelen, maar ik kan ook klein spelen. Ik kan subtiel spelen, ik kan grotesk spelen. En ja, de energie waarmee dat hij speelt, de mimiek. Ik vind dat een van de beste comedyacteurs dat er gewoon is. In België zeker, in Europa ook. Wereldwijd, daar heb je er nog veel andere natuurlijk. Maar als je qua comedyacteurs, Belgische en dan nog Franstalige, want zo heel veel Franstalige acteurs ken ik nu zelf ook niet. Dan vind ik die gewoon schitterend. Ja, nee, ik vroeg me af. Ik had niet, ik had, ik heb, ja, bij mij leeft dan het idee, maar ik heb gewoon één film van hem gezien, dat het gewoon een, ja, met name een dramatische acteur is, zeg maar. Nee. Het is ja, in eerste instantie, ja, ik zeg het, ik kan het alle twee, maar de meeste rollen dat hij speelt zijn comedy-rollen of dramedy-rollen. Ik denk dat de pure drama-films, ja, misschien dan er vijf of tien zijn dat puur drama was. En voor de rest denk ik dat hij 30, 40 comedy-films gemaakt heeft. Dus, en ja, als er dan eens een Belgische acteur is die goed is in comedy en die in heel veel films te zien is, dan, ja, dan Eren, moeten we dat toch? eren. Want ja, ik denk dat er zelfs heel veel Vlamingen niet weten wie dat Benoît Poelvoorde is. Ja, we moeten sowieso ook nog een keertje over Louis de Funès gaan houden, wat dat betreft. Zeker. Doen Dat we. vroeg ik me af. Goed, voilà. Dat waren onze helden van de humor voor deze week. Freek de Jonge en Benoît Poelvoorde. Laat ons zeker weten in de comments wat jullie van beide heren vinden. Vind je deze aflevering leuk? Duimpje, abonneer je op het kanaal als dat nog niet het geval is. Elke woensdag om 6:30 gaat een nieuwe show online. En volgende week zijn we er terug met weer twee nieuwe helden of oude helden van de humor. We weten nog niet over wie dat we het gaan hebben, maar wij gaan er ons alleszins al mee amuseren en we hopen van jullie hetzelfde. Dus Richard, tot volgende week. Beste mensen, tot volgende Zo, week. doei. Dag.